Een Nijmegenaar hoorde een paar luide knallen, keek naar buiten en zag een brandende hoogwerker aan de overkant van de straat. De brand vond plaats op het Konijnenpad naast het Goffertpark rond 4:30 s'nachts in de nacht van donderdag op vrijdag. Het motorcompartiment van de hoogwerker stond in lichter laaien en er kwam veel rook vrij. De omwonenden belden direct de brandweer. Die was er snel, maar het kostte enige moeite om de brand onder controle te krijgen. De straat werd afgezet omdat de kans bestond dat de kooi van de hoogwerker naar beneden zou komen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het zou om een technisch mankement kunnen gaan, maar brandstichting is ook een mogelijkheid.